We zijn aangekomen! Hallo, zoals jullie weten zijn we aangekomen. En ik ga jullie even de kamer laten zien. Kijk, hier hebben we mijn toilet. Hier staat de kamer van mijn ouders. Dit is de huiskamer. Dit is de keuken. Dit is gewoon een kastding. We hebben hier mijn bed. Ja, halve bed van mijn broertje, want hij gooit al zijn zooi erop neer. En daar liggen mijn camera-spullen ook. En daar slaapt hij. En dan hebben we hier nog een badkamer. Very nice. Ja, we blijven hier dus een weekje. Dus ik heb ook niet al mijn spullen uitgepakt. Maar er zijn hier pittig veel Nederlanders volgens mij. Dus ja, dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant ook weer leuk. Maar we hebben maar een weekje om vrienden te maken dan, dus dat is wel jammer. Yo, luister, weer een leuk dat je deze nieuwe vlog kijkt. We zijn hier in Zwitserland, met tussen de bergen. Het is prachtig. En ik lig hier op mijn kamer trouwens. Maar we blijven hier dus een weekje nog. En dan gaan we naar Italië. En dat is ongeveer 8 uur rijden. Ja, vandaag gaan we eigenlijk even boodschappen doen. Want dat is wel belangrijk. En we gaan misschien een berg beklimmen of zo, zoiets. Maar voor de rest niet heel veel. Dus ja, later. Nou, daar gaan we dan. De steile weggetjes omhoog, op naar een klein winkeltje op een berg. Ho 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 Sam, zeg je nou niks gedaan? We zijn gewoon naar de supermarkt geweest hoor. Nou, het was wel leuk, lekker chillen. En we gaan nu lekker wat eten. Maar terwijl we aan het eten waren, begon het ineens kaart te onweren. Slechte boel dus. Maar ik heb toch mijn bordje patatjes lekker opgegeten. Ik heb lekker gegeten en zat veilig binnen, maar de natuur heeft niet iedereen gespaard. Gelukkig zat er verder niemand meer in het huisje, maar het was wel even schrikken. Nou, daar gaan we dan. Op naar een nieuw avontuur. We gaan vandaag naar het middelstation in Belalp in Tjuben. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even naar de supermarkt. Alweer. Yeah.
daar gaan we dan. We gaan beginnen aan de zware klim. De planning is om nu naar Belalp te gaan. En kijk dit uitzicht. We zijn er dus op dat hoogtepunt geweest, zoals jullie weten. En we gaan nu weer omlaag lopen. En ja. Op naar huis. Maar dat heb ik niet gefilmd, want ik was in slaap gevallen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Ik vond het tenminste weer super tof. En ik hoop dat ik jullie dan weer de volgende keer zie. Later.